Zo te zien aan Stroenen. Goeie diepe bal. Over de as van het veld, Bejak. Goeie redding, Isaacson. En die wordt verder uit de problemen geholpen door Nielsson. En zo is de eerste mogelijkheid voor Slovenië na 10 minuten voetbal. Forsberg. Mooie actie. Zou kunnen geschieten, Forsberg. Promoveerde met Leipzig in Duitsland naar de Bundesliga. Dit nog een keer de redding van Isaacson. Op de goede inzet van Bejak. En aan de andere kant Forsberg. De zon uit het stadion in Malmö. Deze bal valt over de defensie van de Zweden heen. Zou een goal moeten opleveren via Bejak. Het is de tweede keer dat hij het probeert. Het is ook de tweede keer dat hij stuit op Isaacson. Zwak moment, centraal achterin bij de Zweden. Het leidt niet tot een treffer, maar het is de tweede goede mogelijkheid voor Slovenië. Allemaal uit deze lange bal van Kampel verlengd. Valt voor de voet bij Bejak. En uiteindelijk is Isaacson de staande weg voor de Sloveense spits. Nog een keer. Lange bal van hem. Verlengd door Beric. Ingeschoten door Bejak, maar die krijgt zijn voeten niet vol tegenaan. Er zit een vervelende stuit in voor hem. Hij wordt toch iets lastig gevallen door Durmaz. Dat hij stuit op Isaacson. Zwak moment, centraal achterin bij de Zweden. Het leidt niet tot een treffer, maar het is de tweede goede mogelijkheid voor Slovenië. Allemaal uit deze lange bal van Kampel verlengd. Valt voor de voet bij Bejak. En uiteindelijk is Isaacson de staande weg voor de Sloveense spits. Nog een keer. Lange bal van hem. Verlengd door Beric. Ingeschoten door Bejak, maar die krijgt zijn voeten niet vol tegenaan. Er zit een vervelende stuit in voor hem. Hij wordt toch iets lastig gevallen door Durmaz. Dat hij stuit op Isaacson. Zwak moment, centraal achterin bij de Zweden. Het leidt niet tot een treffer, maar het is de tweede goede mogelijkheid voor Slovenië. Allemaal